Oké. Je weet, bicep. Hey. Jawel, hè? Je kijkt naar jezelf daar, hè? Nee, nee, ik kijk naar jou toch. Die schuine kop van je is wel fresh. Je moet eigenlijk zo naar elkaar kijken. Alleen dan zie je die nossen van mij. Ja, beetje, ja, maakt niet uit, broer. Nee. Een beetje toch, maakt niet uit. Even één vraag voor jou. Wie heeft bij jullie de meeste skills? Dat is een hele stomme vraag, broer. Hij staat voor je toch? Serieus? Ja, ja, kom. Wat heb je allemaal? Broer, alles, straat. Maar ik zeg eerlijk, ik zeg wel één ding. Hij is niet geüpdate sinds 2002. Maar hij is wel daar. Als goed, man. Zit je haar goed of niet? Nee, maar ik zeg eerlijk, het is een beetje kroky, man. Wat is gebeurd met die chest van jou en met die armen? Ja, Mathieu, wat ga ik jou zeggen? Het is gegroeid, het is gegroeid, het is gegroeid. Nee, ik zeg je eerlijk, ik ben sowieso een tengere speler. En Hakim Ziyech ook. Ik ben net iets breder. Maar ik zeg je eerlijk, hij is lastig. Hij is een kleine baas. Eén vraag. Ja. Wie heeft bij jullie de meeste skills? De meeste skills? Kijk. Ik was net aan het afluisteren en Younes zei dat hij zelf de meeste skills had. Maar kijk, ik ben wel een jongen. Ik reken mezelf niet mee. Want dat is niet eerlijk. En als ik hem dan aan iemand moet geven, dan is het aan mijn smalle vriend Hakim Ziyech. Eerlijk. Laat me kijken. Mag ik mezelf meerekenen? Tuurlijk. Nee, ik reken mezelf. Ik weet dat je een van de beste traptechnieken hebt, maar heb je ook de meeste skills? Trap is anders dan skills. Ja. Maar ik reken mezelf niet mee en dan geef ik hem aan Oncho, man. Oncho. Oncho. Oké. Broer, je eet veel, hè? Broer, wat eet je? Mandarijn, broer. Mandarijn, oké. Goed voor je ogen, man. Hey, maar Hakim zegt, jij bent degene met de meeste skills. Ben je daarmee eens? Nee, man, ik ben daar niet mee eens. Hey, toch, hij geeft me wel die props, maar... Hey, toch, ik moet wel de waarheid vertellen. Het is gewoon Hakim zelf. Dan heb je Jerson en dan heb je Younes. Ik heb gewoon eerlijk gezegd. Je zet gewoon het hele podium. Je hebt gewoon nummer 1, 2 en 3. Ja, man. De meeste skills? Younes niet. Sowieso niet. Rare boy, man. Kijk, je vraagt alleen smalle geikjes, toch? Je moet die brede mannen vragen. Wie is degene met de meeste skills? Ja, hij is een straatboy. Wie? Cabraletje. The most skills? You mean... In your squad? In my squad. Goeie vraag. I think it's Shadrach again. He has the most skill. No, just kidding. Who's that? No. Good technique. If you think you are the best, then you are the best. Kamuhalo is good. He has good techniques and... He's good or the best? He's the best, I think. Yes. After you. That is it. After me. I think Younes. Kamu have good movements, but Younes on the skills. That's what you're talking about. And I think... No! You changed your mind. I've changed my mind. Cabral geeft me niet die, weet je, de smaak. De smaak die ik wil. You know what I mean? Tapia is South American, so I thought he could do something, but he's... No? He's too stiff. Okay, let's go. Who? Corona. Jesús Yalapata, el maestro de Drag Vila Corona. De spelers hebben net hun voeten laten spreken en nu is het tijd dat jullie in een comment beneden laten weten wie jullie de beste vinden. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Ieder weekend nieuwe video's, dames en heren. Iedere weekend nieuwe video's. Ik zeg het nog een keer. Ieder weekend nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. Adios, bye bye, amigos en ciao!